Welkom bij een nieuwe video. In deze video ga ik het hebben over microtrauma's en de impact op je gezondheid. Bij het woord trauma denken veel mensen aan grote gebeurtenissen, zoals oorlogstrauma, verkeersongeluk, fysiek geweld en of seksueel misbruik. Maar trauma is veel meer dan alleen die grote trauma's. Het gebrek aan emotionele bedding, bijvoorbeeld bij ouders, kan ook leiden tot trauma. Ook deze zogenoemde microtrauma's hebben grote impact op ons leven. Microtrauma's verwijzen naar kleine, alledaagse, herhaalde stressoren of negatieve ervaringen die zich in de loop van de tijd kunnen opstapelen en een impact hebben op je welzijn. In tegenstelling tot grootschalige, plotselinge, traumatische gebeurtenissen zijn microtrauma's subtiele, vaak onopgemerkte vormen van stress of ongemak. Het stapelen van microtrauma's kan leiden tot een vermindering van de veerkracht van een kind of volwassene, waardoor het bijvoorbeeld moeilijker wordt om met stressvolle gebeurtenissen om te gaan. In heel veel gezinnen spelen vaak verschillende vormen van trauma die vaak onbewust van generatie op generatie worden doorgegeven. Onverwerkt trauma van één of beide ouders kan onbedoeld in de opvoeding veel schade veroorzaken. Het ontbreken van de vervulling van de drie basisbehoeften van kinderen, namelijk veiligheid, verbinding en jezelf kunnen zijn, kan leiden tot het ontstaan van overlevingsstrategieën en het bijbehorende gedrag. Veel kinderen ontwikkelen daardoor druk, onrustig of storend gedrag. Microtrauma's kunnen zich naast het gezin van herkomst ook voordoen op verschillende gebieden van het leven, zoals werk, relaties, school of maatschappelijke interacties. Hier zijn enkele voorbeelden van veel voorkomende microtrauma's. Ten eerste, het gevoel niet gezien, niet gehoord of niet gewaardeerd te worden, bijvoorbeeld in de thuissituatie of in een sociale situatie of op de werkplek. Wat kan bijdragen aan een gevoel van isolatie? Er niet bij horen en geen aansluiting kunnen vinden. Als je jezelf niet begrepen voelt en als je jezelf een buitenstaander voelt, doet dat uiteraard iets met je zelfbeeld en je zelfvertrouwen. Ten tweede, constante kritiek. Herhaalde kleine kritieken of negatieve opmerkingen van anderen, zoals vrienden of familieleden, die langzaam het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van een mens kunnen gaan aantasten. Ten derde, herhaalde kleine mislukkingen. Dus voortdurende kleine tegenslagen of mislukkingen op verschillende gebieden van het leven, zoals werk, studie of relaties, die ook weer de veerkracht van een mens kunnen gaan beïnvloeden. Ten vierde, microagressies. Kleine, vaak onbedoelde uitingen of handelingen die denigrerend kunnen zijn op basis van iemands ras, op basis van iemands geslacht, seksuele geaardheid of andere persoonlijke kenmerken. Ze kunnen zich voordoen als subtiele opmerkingen, gebaren of houdingen die opgestapeld schadelijk kunnen zijn. Microagressie doet ook iets met je gevoel van veiligheid en geborgenheid, waardoor je continu waakzaam bent voor mogelijk dreigend gevaar of dat je je gaat aanpassen om agressie te voorkomen. Ten vijfde, ongewenste aandacht. Herhaalde ongewenste opmerkingen, gedragingen of vormen van aandacht die een gevoel van veiligheid en comfort kunnen verstoren. En tot slot, als zesde, een gebrek aan erkenning. Dus het ontbreken van erkenning voor inspanningen of prestaties, wat kan leiden tot gevoelens van ondergewaardeerd zijn. Nou, hoewel elk afzonderlijk microtrauma misschien niet belangrijk lijkt, kan juist een opstapeling van deze microtrauma's flinke impact hebben op je gezondheid. Microtrauma's kunnen bijdragen aan chronische stress, emotionele uitputting, angst, depressie en ook allerlei andere gezondheidsproblemen. Inmiddels weten we zelfs dat het overgrote deel van de gestelde diagnoses zoals autisme, ADD, ADHD, borderline te maken heeft met microtrauma's en of een combinatie met grotere trauma's.
Met name de rol van microtrauma's dient niet onderschat te worden en vaak ook onverwerkt trauma van één of beide ouders. Als je alles wil weten over de relatie tussen trauma en autisme, bekijk dan ook mijn video Autisme, het gevolg van stress en trauma en zie daarvoor de link in de beschrijving. Het erkennen van deze kleine en grote stressoren en het proactief aanpakken ervan kan bijdragen aan het verbeteren van het welzijn en het voorkomen van langdurige negatieve gevolgen. Het creëren van een veilige, ondersteunende omgeving kan helpen bij het verwerken van trauma, waardoor geleidelijk verwerking en herstel mogelijk is op verschillende levensgebieden. Tot zover deze video. Vond je de inhoud interessant en of helpend? Geef dan een like en deel deze video met je vrienden. Abonneer je ook meteen op mijn YouTube kanaal en druk daarbij op het belletje om geen video meer te missen. Jouw heling begint hier.